Het verkeerd gebruik van de dienstauto werd gisteravond tijdens de politieke markt bekendgemaakt door waarnemend burgemeester Ank Bijleveld. Nou, ik heb uitgelegd dat de regeling voor het gebruik van dienstauto's niet goed is gebruikt. Dat er privéritten zijn gemaakt en er is gereden naar niet-QQ-nevenfuncties door burgemeester Weerwind in 5 jaar van 2017 tot 2021. Dat is feitelijk vastgesteld bij de voorbereiding van het jaarverslag integriteit 2022. Vanwege ziekte wilde Frank Weerwind niet voor de camera reageren, maar in een verklaring op LinkedIn heeft de oud-burgemeester laten weten dat hij de privéritten altijd gemeld heeft. Hij schrijft: ik heb altijd in de veronderstelling verkeerd dat ik daarmee handelde binnen de geldende regelingen. Ik betreur ten zeerste dat nu blijkt dat dat niet het geval was. Nu dat duidelijk is geworden, ben ik uiteraard volledig bereid om mee te werken aan het herstellen van deze omissie. De partij vindt het vooral raar dat de opgegeven privéritten zo lang onopgemerkt bleven. Je rijdt sowieso al niet per ongeluk meer dan 500 kilometer per jaar met de dienstauto naar privéadressen. Hij moet dat geweten hebben. Ik kan me ook niet voorstellen dat een burgemeester bij zijn aantreden niet een of ander reglement of protocol voor het gebruik van de dienstauto ondertekent. Dat hoort gewoon bij je arbeidsvoorwaarden en die onderteken je en dan weet je het dus. De Almeerse D66, de partij van Weerwind, vindt de kwestie vervelend en hoopt dat er snel meer duidelijkheid komt. De indruk die ik krijg is dat er niet gecontroleerd werd, omdat er ook gezegd is dat alle ritten zijn gemeld. Hè, dus die zijn transparant en goed gemeld, zoals ze ook gegaan zijn. Ja, dan kan het alleen maar zijn dat er ook geen controle achteraf is geweest. En dat gedurende 5 jaar. Ik heb wel begrepen dat er soms is verrekend met de stichtingen, maar soms ook weer niet. Dus dat lijkt erop te duiden dat de controles niet op orde waren. Inmiddels zouden de regels zijn aangepast. Ik vind het echt zelf heel vervelend dat de controlemechanismen niet goed hebben gefunctioneerd in die 5 jaar. Dat betreur ik ook. We hebben dat aangepast, hebben de controles aangepast. We hebben ook de regeling dienstautogebruik aangepast. Maar dat is de werkelijkheid. Ik kan alleen maar de feiten benoemen. Er zijn nog veel vragen over deze kwestie, maar de voorlichter van de gemeente wilde nog niet inhoudelijk reageren op hoe dit kon gebeuren. De Belastingdienst is inmiddels door de gemeente op de hoogte gebracht van de privékilometers van de oud-burgemeester. Weerwinds partijgenoot en minister Sigrid Kaag zegt dat het misbruik van de dienstauto geen invloed heeft op Weerwinds huidige positie als minister. Kan hij blijven? Ja,